Hey dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video en serie. We gaan vandaag Uncharted 4 spelen en dan de PlayStation 5 variant. Ik heb ja, gewoon de Collector's Edition met de Lost Legacy hierbij ook. Maar die gaan we niet nu doen. Die gaan we later allemaal doen. Ik heb hem zelf al. Hoe heet het? De Collector's Edition heb ik zelf al platinum gespeeld. Maar ik denk van. Waarom zou ik jullie niet er ook in meenemen? Dus ik denk van. Ik ga hem genoeg keer spelen. Geniet er maar van. Van deze serie. Maar dat moet wel goed komen, lijkt me. Dus veel plezier allemaal. En ik ga jullie gewoon ook meenemen in de hele verhaallijn. Ook alle cutscenes, laat allemaal zien. Want ja, ik ben echt de grootste. Ik ben wel echt een van de grootste fans van Uncharted. Dat is voor mij de beste game serie die er is. Dus geniet ervan. En we duiken direct het avontuur in. Met onze broeder Samuel Tway. Schiet ze even voor hun kop, Sam. Zijn wel mooie flitsen. Al zag ik zelf, haha. Zo, die heb ik even omvergebeukt. Die heb ik even lekker geramd. Hey, wat ga je aan me schieten, mafkees? Oh ja, daar en ik spring weer precies overheen natuurlijk. Nou, ik heb hem. Die heb ik ook. Hoppa, lekker! Oh, haha, 2-1, ha, lekker. Oh. Nee, daar zorg ik wel voor, Sam. Maak je daar maar geen zorgen om. Oh, lekker. Lekker zwemmen. Ontwijk de schroef. Mooi. En omhoog weer. Hoppa! Dat was die boot. Dat was de eerste. Hoppa, headshot, lekker zeg. Heb je hem al gerepareerd, Sam? Oké, top. Duur even, maar ja. Heb je al wat? Nee, het is ook pittig donker. Kom op. Vervaren. Oh nee. Nee! En
Ik weet niet waar. Oh, en we zijn terug. Wacht, ik pak even wat drinken. Wat moet er toch met je aan? Niks. Je zoekt al moeite uit als deze dezelfde kreeg. Dat ben ik ook. En nu verbeer je het hele dat ik bij mij blijf, terwijl we anderen lekker vrij hebben. Kom maar eens schelen. Ja, en dan was dat precies het probleem. Waarom heb ik de enige die straf krijgt? Omdat jij begon met vechten. Hij gaf mijn boek niet terug. Die boeken moet je op je kamer laten. Het is gewoon je eigen schuld. Dat geeft me niet het recht om het te jatten. En dat geeft jou dan zeker het recht om hem te slaan? Ja, dat klopt, inderdaad. Nou, het ging alleen op het boek. Wat doen jullie dan? Niks. Vertel het wel bij de biecht. Oké, is goed. Maar je lijkt steeds weer voor hetzelfde verkeerde pad te kiezen als je broer. Zo zonde. Oké. Nou, jouw probleem is niet het mijne. De morsecode van onze lieve broer. Onze lieve broer Samuel Drake. Het avontuur loont. Kom op, even sportief doen, niet? Oh, god. Wat kut was dit nou? Ik wou niet. Hé, dat zou ze niet eens moeten kunnen zien. Ze is toch aan het concentreren op die sigaret aan te steken. Hey Sam, oude pik, oude pijp, daar ben je.
Ha, je houdt je wel hoor. Nee. Wat kom je hier eigenlijk doen, trouwens? Als de nonnen je zien, bellen ze de politie. Nou, heb je iets voor je? En dan niet wachten tot kerst. Wat dan? Het is de buiten. Ik mocht niet in de verdediging komen. Dit is een uitzondering. Dan mag het. Mooi is het. Maar dames en heren, dat was voor deze aflevering. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal en tot morgen. Later.